We hebben als techniekproject een flipperkast gemaakt. Hoe dat we dat hebben gemaakt? We hebben eerst die omtrek hier gemaakt, de kast dus. Daarna hebben wij de nagels erin geklopt. En dan het plexiglas erop vastgemaakt en dan in elektriciteit gelegd. Voor ons was het moeilijkst toch wel de elektriciteit en zo met de, ja, de draad. Dat wisten wij eerst niet echt goed wat we moesten doen, maar dat meneer Salans een beetje heeft geholpen, ging dat wel. En we hebben ook elk plaatje heeft zijn eigen score. En we hebben dat zo'n beetje gekeken van, we hebben dat dan geprobeerd. En in welk gaatje dat het minst kwam, dat had het meeste punten. En dan zo is het toch een beetje moeilijker om dat te proberen. En hier hebben we zo glijbaantjes gemaakt voor, ja, anders kon je van elke kant en had je misschien iets meer kans om hier te geraken als je van hier begon. En dan zie je hier dat dat telt. Vijf punten. Maximum is 10. Ja. En dat is dit. Nog eens. En dat is 10 punten. Je hoort het ook aan de klank dat dat gaat met die nagels. We hebben de achterkant ook bekleed met zo, ja, een soort van. Ja. We konden ook meer als één balletje gebruiken, zodat je als je in elk gaatje kwam, dat je dan de maximum score had. Maar wat er niet genoeg balletjes voor. Ja. Dus hebben we nu maar met één balletje gedaan. Dat was wel heel leuk dat we over de middag konden verder werken, want dat de tijd echt wel nodig. Maar het was ook wel leuk dat het een vrije opdracht was, dat we mochten kiezen. Want als ze zoiets voorgeschoteld kregen wat we niet echt leuk vonden, ja, dan is dat moeilijker om het te maken. Nu had je echt zo zin om verder te werken en om dat af te maken.